Goedemorgen Ronald. Fijn dat we hier mogen zijn. We zijn begonnen met een nieuwe reeks en daarin willen we graag kunstenaars interviewen. En het heet Verhalen uit de kunst. Mm-hmm. En jij bent onze eerste gast eigenlijk. Dan heb ik meteen een eerste prangende vraag van wanneer ben jij eigenlijk erachter gekomen dat je het leuk vond om te tekenen en wanneer merkte ik dat je dat goed deed? Het is altijd moeilijk om van jezelf te zeggen, maar wanneer merkte je, ja, dit vind ik echt leuk? Ja, dat was al vrij vroeg op de lagere school, hè, toen nog. En dat, toen was ik al behoorlijk met tekenen en schilderen. Of niet met schilderen, maar met tekenen bezig. Ja. En dat zat er eigenlijk al vrij vroeg in dat ik dat goed wilde beheersen en interessant vond om te doen. Ja. En was er nog iemand die jou daarin stimuleerde? Misschien de schooljuf of iemand uit je familie? Nou, ik kan nog wel veel dingen herinneren van dingen die we dan moesten maken op school. En, de opdracht. Ja, en ook op de middelbare school een inspirerende tekenleraar. Ja, dat is altijd belangrijk. Ja, absoluut. Ja, dat was wel een leuke anekdote. Die had altijd... De leuke opmerking van, dan moest je als klas moest je dingen gaan tekenen. En dan waren de meeste mijn blaadjes vol. Waren dan, en dan had hij altijd de mooie opmerking van, nou kindje, als je je het blaadje omdraait, zul je tot je grote verbazing zien dat er ook nog een lege kant aan de achterkant zit. En dan moest je door. En dan moest je gewoon door, weet je wel. Ja. In die tijd, eind middelbare school, een oom van mij die was bedrijfsleider in een boekbinderij in Nieuw-Vennep. Oh. En buiten dat we daar boeken van kregen, kreeg ik dan als kind behoorlijke stapels grote vellen papier. Oh, heerlijk. En daar ging ik dan trots mee naar huis en dan kon ik me lekker uitleven. Ja. En dat weet ik me ook nog heel goed erin. En ik kreeg van hem ook wel boekjes die ze maakte over tekenen en schilderen en zo. Nou, dat vrat ik om het maar beter te kunnen. Dat was een enorme stimulans. En dat is toch belangrijk, hè? Dus je leraar en je oom. Ja, en absoluut. Dus toen kwam je erachter van, ik vind dit echt heel leuk. Ja, en later, ik ben naar de HTS bouwkunde gegaan. Oh ja. En toen was het ook een kwestie van klassikaal, bijvoorbeeld naar een kerk in Amsterdam, de grote kerk, Nieuwe Kerk. En daar dan de hele middag het perspectief onder de knie zien te krijgen. Bouwkundige tekening. Ter plekke dus de perspectivische verhoudingen. Ja. Dat dus klopte. En daar krijg je dus echt een cijfer voor. Dat was dus echt een vak van met de hand tekenen en... Ja, dat is een vak apart eigenlijk. Ja, ja. En maakte je er dan toch nog vaak iets extra's bij, zodat het kunstzinnig verantwoord was? Nee, het was op de HTS was het meer van in potlood en dan kon je ook gummen en het moest gewoon kloppen. Het moest wel een mooie tekening worden, ook wel met licht en donker en zo. Ja, oh, dat wel. Ja, dat wel, maar het moest wel de sfeer. Technisch in orde zijn. Maar het moest technisch kloppen, weet je. Een boog, dat moest niet vertekenen. Precies. Nee, moet je wel een beetje feeling voor hebben natuurlijk. Ja, dus dan leer je perspectief tekenen. Toen je eenmaal op het artistieke vlak begaf, waar werd je toen door gegrepen? Wat inspireerde jou en wat vind je zelf mooi? Ja, ik ben na de HTS ben ik op een architectenbureau gaan werken. Okay. Bij Kees Dam in Amsterdam. En toen merkte ik al snel dat ik dat ontwerpen van interieurs interessant vond. En daar ging ik dan ook wel die kant op. Maar daarnaast ontstond ook wel om die interieurs, om dat interieurontwerp te gaan leren, ben ik naar de Rietveld Academie gegaan. Okay. Avondopleiding Rietveld. Ja, en toen kwam ik eigenlijk weer ook heel erg in aanraking met het kunstzinnige. Ja. Want het basisjaar was dan... dat je met allerlei dingen... Alle disciplines in aanraking kwam. En er was ook model tekenen dat soort dingen. En landschapskunst maken. Dus dan werd dat weer heel breed. Dus dat was voor mij wel verwarrend van... Ja, wat wil ik nou eigenlijk? En waar ging je hart naar uit op dat moment? Of vond je alles wel interessant? Het was ook wat meer een bewuste keus van... Ik wilde wel...
in het interieurvlak verder. Dat was wel de richting waar ik mijn opleiding al in had gehad. En dus ik heb wel gekozen voor de praktijk. En ik ben een paar jaar later nou ook voor mezelf begonnen als interieurarchitect. Ja. En, maar dat tekenen en schilderen, dat bleef dus dat altijd... Dat zat er nog onder, hè? Ja, precies. Ja. Dus dat heb dat ik moest er toch nog uitkomen, ja. Ja, en toen was het ook wat meer met schilderen te maken gekregen. En dat is techniek en dat is zo'n wereld op zich. Ja. Welke materialen gebruik je? Ja. En dan, het is gewoon uitproberen ook. Uitproberen. Ja. Als je eenmaal die onderwerpen mooi vindt en interessant vindt, hoe ga je het dan aanpakken? Hoe is jouw opbouw? Wat is het proces? Mm-hmm. Waar begin je mee? Je zegt voorzichtig aftasten. Ga je eerst schetsen misschien? Of, Nou, wat ik eigenlijk wel... Je kan natuurlijk in je atelier werken. Ja. Hè? Dus dat je echt... maar wat ik dus ook heel... misschien komt dat ook wel weer van die opleiding van de HTS. Van dat buiten en dat... Ja, om dat te gaan doen. Dat doe ik dus ook. Dus, Buitenwerken. Ja. En dan naar de situatie. En dan werk je niet zo groot. Maar dan is het meer schetsmatig eigenlijk. Dat vind ik heel leuk om te doen. Ja. Je hebt niet voor niks een paar jaar geleden een prijs gewonnen. Doordat je op de koenmarkt en plein air werk je dan. Heb je de koeien en de mensen die daar handelden, heb je heel mooi weergegeven. Ik kan me dat schilderij nog herinneren. Ja, leuk. Ja. En heb je niet voor niks zo'n mooie prijs voor gewonnen. Ja. En ik geloof ook zelfs dat je het ook leuk vindt om af en toe mensen daar in te onderwijzen, zeg maar. Hoe dat moet. Ja. Dus de volgende keer ben ik van de partij. Ja, is goed. Dat lijkt me heel leuk. Nou, en wat ik dan eigenlijk nog het mooie daarvan vind, is dat je... Meestal kun je niet langer dan 1,5-2 uur, want dan raak je toch... het is best vermoeiend om buiten... Spanningsbogen. Ja, en dat kijken, schilderen, tekenen is natuurlijk een kwestie van goed kijken. Heel, dus daar ben je dan heel erg mee bezig. En dat merk je dan wel, dat hou je 2 uur vast. Ja. Maar het mooie vind ik dan dat je dan heel erg gewoon op dat moment bent. Ja. Dus, je raakt helemaal in de focus. In de focus van dat moment. Van dat je daar helemaal in kan. Precies. Al het andere verdwijnt. Ja, het verdwijnt allemaal. Ja, mooi is dat. Geconstrueerd. Ja. En daar vind ik het heel mooie van. De mooie. Buiten het resultaat wat het oplevert. Maar gewoon die paar uur dat je daar heel fijn mee bezig kan zijn. Kun je even helemaal concentreren. Ja. Dat kan ik me voorstellen. En zelf... Dus, En zelf als ik schilderijen opbouw, dan kan het ook op verschillende manieren. Soms begin ik gewoon in het atelier gewoon heel wild, abstract. Ja. En dan is het ook wel vaak zo dat ik het dan 's avonds laat neerzet. En daarna ga ik kijken van, wat zie ik er nou in? Oh, dat is een goed idee. Ja. Ja, ja, en dat is dus ook een manier van een beetje geïnspireerd raken van toevalligheden. Ja. En dan maar kijken van, wat kan ik er eigenlijk van maken? Daar komen de mooiste dingen soms uit voort. Ja, ik heb wel eens gehoord van een kunstenaar die zijn schilderij ondersteboven neergezet had. En die dan de volgende dag binnenkwam van, maar dit is het eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar goed, dat kan een mooie opstap zijn om tot iets te komen, denk ik. Ja. En dus, je maakt dus... schilderijen met landschappen. Die heb ik al een paar gezien daarnet. Heel mooi. En ook de kaasmarkt heb je laatst geschilderd, weet ik. Inmiddels verkocht het schilderij. Heb je hem verkocht? Ja. Mooi. Dus dat is heel leuk. Ja, die was ook prachtig. Ja, ja, die had ik nog wat. Die moest nog wat body krijgen. Ja. En dat heb ik toen in de afgelopen tijd gedaan. Ja. En, wilde iemand kopen. Dus die hangt nu... Trots bij iemand weer in de huiskamer. Ja, dus dat lijkt me enorm eervol en leuk om te merken dat mensen daar ook voor vallen. Ja. En dat is wel heel leuk dat je na zoveel jaar, wat ik dan nu, van 30, 35 jaar geleden, dat je daarmee echt dat wil dat lukt. Ja. Ja, en dat er uiteindelijk nu mensen dat leuk gaan vinden, van dat ze zien van dat heeft wel kwaliteit. Ja, en zeker. Heel goed om heel bevredigend, denk ik. Absoluut. Ja, zeker. Dus je bouwt het eigenlijk, je hebt het opgebouwd in al die jaren, maar als je met een schilderij begint, dan bouw je het op. Mm-hmm. En dan heb je meerdere lagen, begrijp ik. En, want je hebt er nog een laag aan toegevoegd. Ja. Je werkt in laagjes. Ja, vaak wel. Even technische aspecten ervan. Ja.
En ja. heb je dan een droge onderlaag, acryl, en dan ga je met vet erover misschien? Ja, ik werk vaak dus... Even technisch. Ja, vanuit een acryl basis, omdat dat wel lekker snel werkt. Omdat je het dan ook bewust kan drogen met de föhn, dat je gewoon sneller kan werken. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment van licht en donker en kleuren en zo. En koel en warm en daar kun je dan mee spelen. Ja. En het laatste jaar, twee jaar, ben ik ook wel dat ik er olieverf overheen doe. Ik was nooit zo van olieverf, vond het een beetje vettig en dat soort. Maar dat geeft wel weer een extra dimensie. Ja. Als je er weer met olieverf overheen gaat, dan kun je wel weer spelen, dieper en ietsje verfijnder dan acryl is het dan. Kan dat ik me wel, heel goed voorstellen. Nou, ik ga het ook proberen als ik het zo hoor. Dan wil ik het ook graag proberen. Maar dat is nog een hele lange weg misschien. Maar je hebt je weg daar al heel mooi in gevonden, vind ik. Dat zal ik zelf altijd ontkennen. Het moet altijd nog beter. Nou, dan laat ik je maar gewoon zeggen. Laat ik maar over je heen komen. Wat ik ook nog heel graag wilde weten. Van wanneer vind jij nou... dat vertelde je net zelf al een klein beetje. Wanneer vind jij nou dit werkstuk is geslaagd? Je vertelde al heel mooi dat het mooi is als iemand anders het ook voelt, zeg maar. Dat hij hetzelfde ervaart als jij ervaart als je naar je werkstuk kijkt. Wanneer is het voor jou geslaagd? Ja, als het voor mezelf, als het klopt en waar het dan in zit, dat is aan de ene kant... Moet het qua verhoudingen, moet het qua compositie, licht en donker en details. En als een van die dingen ontbreken, als ik dat zelf zie, hè, als je weer een schilderij... Want vaak is het ook zo van, dan heb je dat weer een half jaar ergens neergezet. En dan staat het er en dan pak je het weer. En dan zie je van wat het eigenlijk niet, wat er nog aan ontbreken, wat niet goed is. En dan is het wel eens grappig dat ik soms een schilderij voor de helft gewoon weer... overdoet door er weer een laag overheen en dingen weg te halen. Ja. En dat is ook wat ik laatst hoorde. Van, juist wordt het interessanter als je dingen weghaalt. Ja. Dus dat er maar een klein deel nog van wat het was, nog bestaat als in de diepte. Dat je daar weer overnieuw opbouwt. Ja. En dan krijgt het die gelaagdheid. En dat vind ik heel mooi. Okay. Als het dan gaat kloppen. Wat een mooi verhaal inderdaad. Dus eigenlijk moet soms eerst de tijd eroverheen gaan in plaats van een laag verf. Ja. En dan ga je komen tot eindelijke product. Juist eigenlijk weer interessanter maken doordat je eigenlijk dingen een beetje weghaalt. Eigenlijk. Ja. Het is een beetje als je een tekening maakt en je gunt dingen weg. Ja. Door het weggummen, waardoor het nog maar voor een kwart bestaat. Wordt het interessanter. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. De kunst van het weglaten, maar ook de kunst van het weghalen. Weghalen soms is soms heel belangrijk. Ja. Ja. Nou, mooi om te horen. En dat is inderdaad misschien wat technisch, maar ook heel interessant voor mensen die het zelf leuk vinden. Ja. Om daarmee aan de slag te gaan. Een hele mooie tip, denk ik. Ja. Ja, en dan eigenlijk de uiteindelijke vraag die ik aan iedereen wel wil stellen is, wat is kunst voor jou? Wat doet het met je? Wat betekent het voor je in het leven? Ja, dat vind ik altijd wel het hele... Dat is een algemene vraag. Maar dat vind ik altijd wel het hele gekke ervan. Kijk eens hoe belangrijk schilderijen als Rembrandt gevonden worden en Van Gogh en... En ik heb ook zo mijn voorbeelden wat ik... ik vind John Singer Sargent, een portretschilder. Sorolla, een Spaanse portretschilder. Of ook landschappen. Ja, dat vind ik... En die maken gewoon dingen. Ja, het is een stuk papier. En toch krijgt het heel veel waarde. Ja. Als je een stuk papier koopt en het is gewoon blanco, dan is het eigenlijk niks. En als je er wat op gaat zetten en het heeft kwaliteit, dan wordt het wat. En dat vind ik het... Dat het vind frapperende. Ik het, vind ik het mooie van kunst. Van dat mensen dan dus daar dus heel veel waarde aan kunnen hechten. Ja, mooi is dat. Wat dat met mensen kan doen. Ja, hè? Precies. Ja. Zo'n vlak stukje, dat dan toch heel erg tot aan leven kan spreken. Ja, dat vind ik echt heel mooi. Heel mooi om te horen. Ik kan het alleen maar helemaal met je eens zijn. Heel leuk. Ja, ja. Ronald, de volgende keer zullen we naar Nienke van Zwol gaan. Zij is ook lid van het kunstcollectief. Mm-hmm.
En daar heb ik ook een aantal mooie vragen voor bedacht. Mm-hmm. Maar het zou mooi zijn als je me daar even bij gaat helpen. Ik wil heel graag dat er een soort doorgeefvraag is. Ja. Dus voor jou de eerste doorgeefvraag. Wat zou je graag aan Nienke willen vragen? Ja, nou, daar heb ik wel een vraag die me intrigeert. Want vorig jaar heeft zij de publieksprijs gewonnen. Ja. Van de Sterren op het Doek. Ja. En ik weet nog goed dat ik in de Purmerijn, in de galerij kwam, waar dus alles werk. En haar schilderijtje zag van het portret en dus heel gefascineerd was van de techniek. Ja. Heel verfijnd en ik ben er echt met mijn neus op gaan staan van, goh, mooi. Hoe heeft ze dat aangepakt? Ja, hoe heeft ze dat gedaan? Ja. En de laatste keer, dus de vorige keer met Frans Spijkerman met Sterren op het Doek. Ja. Toen werd ik ook weer getriggerd door haar werk. Maar dat was dan van houtskool en ook weer heel verfijnd. Heel en, ander materiaal. Ja, precies. En toch dus, met haar stijl natuurlijk. Ja. Maar, dus ik wilde haar wel vragen van op welke manier maakt zij de keuze van welk materiaal zij toepast. Oké, mooie vraag. Ja, dat, daar kunnen we mee door. Nou, mooi. Voor nu heel hartelijk bedankt voor dit prachtige interview, je mooie antwoorden. Ik denk heel inspirerend voor heel veel mensen. En een prachtige aftrap van onze eerste uitzending. Hartelijk bedankt. Niet te danken. Dankjewel. Ik vond het leuk om te doen.